Thijs Gulmans. Maarten, ik luister met veel plezier naar je podcast. Nu het kabinet is gevallen, zul je daar ongetwijfeld veel vragen over krijgen. Ik heb er ook een vraag over. Ik vraag me namelijk af of de maatschappelijke problemen die spelen ooit opgelost zullen worden. Nee, iedereen is het erover eens dat natuurlijk ten aanzien van de oplossing van een aantal urgente problemen de zaak alleen maar nog verder op de lange baan zijn geschoven. Ja. Dat daar natuurlijk gewoon, dat kun je op je vingers natellen, in ieder geval in de komende 2 jaar geen flikker aan gedaan wordt. Maar ja, je weet, Rutte, de koning van het uitstel, de koning van het excuus maken. Hè? Allemaal dingen die niets kosten, uitstellen, voortdurend excuses maken voor van alles en nog wat, dat kost allemaal niks. Maar lost voor ons in Nederland op dit moment geen enkel probleem op. Beste Maarten, zou Rutte bewust het kabinet hebben laten klappen om... Ja, zeker. Zegt Tom Kraai. Ja, die heeft dat heel bewust laten klappen, ja. Het is niet eens van laten klappen, het zat er. En hij heeft het gewoon vermoord. Dan deze, Tom Klein uit Rotterdam. Hallo Maarten, Rutte heeft zich volgens de verslaggeving ongebruikelijk hard opgesteld in de onderhandelingen over asielopvang. Kan het zijn dat hij met het oog op het voorzitterschap van de NAVO aan de wereld wil laten zien dat de deeltjesmaker ook in staat is om resolute, daadkrachtige en riskante besluiten te kunnen nemen? Nee, dat is niet mijn indruk, eerlijk gezegd. Een van de weinige punten waarop ik Rutte wel wil geloven is dat hij kennelijk in Nederland wil blijven. Er was natuurlijk alsmaar sprake dat hij die Stoltenberg zou kunnen opvolgen. Ja, die gaat nu langer door. Maar Stoltenberg gaat langer door en die spreekt natuurlijk magistraal Engels. Dat je hoort dat die Engels spreekt, maar je bestaat er geen woord van. Hè? Hij komt toch uit zo'n Scandinavië? Ja, hij komt uit, ik geloof, Noorwegen, toch? Ja, maar goed, of is het een Deen? Maar het Engels van Rutte is ook niet geweldig. Dat weet ik eigenlijk niet. Spreekt hij geen goed Engels? Nou ja, in ieder geval heel erg duidelijk met een Nederlands accent. Ja, ja goed, dat is moeilijk aan te ontsnappen aan een Nederlands accent. Gart even van Rossen. Met veel interesse heb ik geluisterd naar de podcast over McCarthy. Wat ik gemist heb is de executie van Rosenberg. Ja, dat is een apart probleem. Dat is het echtpaar Rosenberg. Dat is gepakt wegens spionage in de kwestie van een nucleaire geheime. Ja, zij waren, dat hebben ze deels wel gedaan, maar zij waren kleine spelers. En dat zij ter dood gebracht zijn op de elektrische stoel, beiden. Dat wordt achteraf wel gezien als een ontsporing van de rechtspleging. Maar ja, ook gebaar, sfeer, stemming. Wat ik daarnet al gezegd heb, dat paniekgenoeg over die Russische bom. Terwijl iedereen natuurlijk wist dat die Russen in no time een bom zouden maken. Het maken van de bom. Als je weet hoe het moet, het maken van een bom. En je zet alles op alles. En is het helemaal niet moeilijk om een bom te maken. Nee. Nou, die podcast over McCarthy kan teruggeluisterd worden. Als mensen daar nog meer over willen weten. Want ik zat ook de Wikipedia pagina nog te lezen deze week. Het is echt een heel verhaal, hè, over die McCarthy. Ja, omdat het heel karakteristiek is voor de stemming in het land op dat moment. En dat je ook weer ziet dat natuurlijk, kijk, als Eisenhower er meteen tegen opgetreden was, wat hij best had kunnen doen, was hartstikke populair, dan had dat best effect gehad. Nu heeft dat veel te lang doorgeziekt. En waar we het over gehad hebben, dat in feite is zo'n dat McCarthyisme blokkeert voor jaren en jaren. Zeker natuurlijk in kleinere steden of gemeenschappen. Innovatief denken, afwijkend gedrag, ga zo maar doen. Dit is een vraag of een opmerking van Maukje. Hi, Maarten, ik luister met veel plezier naar je podcast. Wat ik een beetje jammer vind, is dat het tegenwoordig zo vaak gaat over oorlog en geopolitiek. Je hebt zoveel andere interesses. Kun je eens een podcast wijden aan de historie van het recreatief wandelen? Dat is toch een groot genoegen om van jou en vele anderen te horen. Ja, recreatief wandelen. Ik weet niet, zou daar wel een geschiedenis van geschreven? Wanneer zou dat begonnen zijn? Ja. Kijk, toerisme is... Ook in de oudheid was er volgens mij al toerisme. Net zo goed als je in de oudheid, hoe gek het ook klinkt, musea had. Waar natuurlijk allerlei dingen getoond werden die vaak toen al 2 of 3 duizend jaar oud waren. Ja. Ik zal er eens over denken. Interessant onderwerp, recreatief wandelen. Maarten, ik was een herhaling aan het kijken van een uitzending waarin jij met je broer Berlijn bezoekt. Ik ben fan van de podcast, maar waarom stel je zo arrogant op naar de toeristen in Berlijn door hen klootjesvolk te noemen? Het stoort mij vreselijk.
Nou, omdat ik het klootjesvolk vond. Ja, dat begrijp ik. Omdat ze, dat ze, ja, zal ik zeggen, het hele massatoerisme, je kunt het moeilijk verbieden. Maar het leidt tot rampzalige ontwikkelingen, of eigenlijk overal waar het zich voordoet. En ik heb altijd het gevoel, vandaar mijn idee over die musea, dat ze het ze niet echt interesseert, maar dat het een kwestie is van afvinken. He, dat ze niet echt naar een museum met schilderijen gaan omdat ze dol zijn op schilderijen, maar omdat je nou eenmaal bepaalde schilderijen moet hebben gezien. En dan heb ik de bekende klont voor de nachtwacht, of de nog veel grotere klont voor de Mona Lisa met al die mensen die dan met de iPad staan te fotograferen. Dat is het eigenlijk. Vandaar dat ik heb voorgesteld om alle wereldberoemde schilderijen allemaal beneden bij de ingang, eventueel al buiten de vestiaire, eventueel achter plexiglas te toon te stellen. Dan kan de rest van de collectie kan rustig bekeken worden. Rob Roordink die zegt, jullie moeten niet afleveringen alleen maar uit gemoppen laten bestaan, maar ook wel inhoudelijk weer wat delen, want daarvoor luister ik naar Maarten. Ja, als natuurlijk onze minister-president een moordaanslag uitvoert op zijn eigen kabinet, ja, moet je daar dan over mopperen of moet je zeggen, ach, we hebben genoten, het was weer eens wat anders. Het was weer, ja, je weet dat toch, in Nederland is het weer een nieuwtje. Fijn, we hebben er echt met volle teugen, nee. Ja, ongelukkigwijs is er vaak veel te mopperen. Maar daarom doe ik ook historische stukjes. Ik mopper niet over de Koreaanse oorlog. Ja, die is zo lang geleden, dat heeft geen zin meer om te mopperen. Hè? Ik wil er best ook over mopperen, zo is het niet. Maar ja, ik vond het al nogal stom dat de Amerikanen hadden gezegd, we gaan het niet verdedigen. En vervolgens besluiten ze nog geen 7 maanden later of 8 maanden later om het wel te verdedigen. Dat is natuurlijk een beetje typisch. Andere vraag. Als Poetin de privélegers nu officieel wil incorporeren in de krijgsmacht van Rusland, hoe gaat hij dan wegkomen met bijvoorbeeld hetgeen gebeurt in verschillende landen in Afrika? Operaties in het buitenland zouden dan volledig toe te rekenen zijn aan Rusland. Poetin kan het hier dan niet, of kan dan niet lange afstand van nemen, zegt Wouter. Ja, dat is ongetwijfeld is dat juist. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoe het met die diverse gevechtsgroepen die in Afrika actief zijn, hoe het daarmee gaat aflopen. Ik heb nog niet gelezen of die opgeruimd worden, verdwijnen, of juist helemaal niet verdwijnen. Nee, ik heb geen idee. Dan hebben we het over roken in bed gehad. Iemand stuurt de Zweedse zangeres Monica Zetterlund. Die viel in slaap en is op die manier in een brandend bed omgekomen. Ja, dat heb je ervan. Dat kan dus ook gebeuren.